alles wordt wel een beetje naar wens zo gemaakt. Maar dat je in ieder geval optimaal kan ervaren wat er gebeurt in zo'n auto. En dit zijn toch wel dingen die daarin meehelpen. Zowel de bandjes als het glas, de diff. Als het stuur, als de stoel, als de verlaagde veren. Het zijn allemaal dingen die in balans worden gebracht om deze auto zo ver mogelijk te kunnen laten driften. Nou, we zitten op dit moment in een cursusauto. En we gaan even de baan verkennen. Ik moet zelf altijd behoorlijk wennen aan de cursusauto's. Juist omdat ze van die super duper gladde achterbandjes hebben. En ik zelf er eigenlijk totaal niet mee rij. Maar dat is voor mensen die beginnen en al helemaal met een cursusauto dit willen doen, zoveel makkelijker. Want je hebt meteen het gevoel dat je ook echt dat ding aan het doen bent. En je kunt al heel snel merken aan de auto dat hij om wil. En dan begint het leuke natuurlijk. En dan moet je echt gaan oefenen. En concentreren. Opletten wat je doet met het gaspedaal en het stuur. En het mooie aan deze baan is gewoon dat alles lekker in zijn twee kan. Dus je hoeft eigenlijk maar één keer op te schakelen. En dat is bij de start. En verder kun je lekker gassen, 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 gassen. En een beetje op je mensen om je heen letten. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Het zijn sowieso super fijne auto's. Laten zich heel makkelijk begeleiden. En toen waren we alweer aan het einde van de baan. Dus het gaat allemaal super snel. Er zijn meerdere technieken om te driften. Je kunt met een handrem initiëren, zoals dat heet. Je kunt clutch kicken. Dat is spelen met de koppeling terwijl je constant de RPM's, de revs omhoog laat komen. Waardoor natuurlijk de achteras ook alleen maar harder wil gaan spinnen met de wielen. Het meeste wat wij doen, al helemaal in de cursusauto, is puur insturen van de bocht. En gewoon spelen met je gas. En dan merk je vanzelf dat de kont jou wil gaan inhalen, zeg maar. En dan is het een kwestie van tegensturen. En blijven spelen met je gaspedaal. Dat is eigenlijk de manier hoe je de auto ook stuurt met driften. En als er mensen komen met dus bijvoorbeeld hun eigen auto, dan zijn we wel wat vrijer in het leren van een Scandinavian flick techniek of eventueel een handremmetje misschien om de auto even wat sneller in een bocht te laten glijden. Clutchkicken ben ik zelf totaal geen fan van. Je hebt wel mensen die het met hun eigen auto doen, dat moeten ze zelf weten. Maar het kan heel handig zijn, vooral als je ontzettend weinig pk's hebt en je wilt toch zorgen dat die RPM's, die toeren, lekker omhoog komen. Dan is het zeker een techniek die uitkomst biedt. Dat zijn eigenlijk ongeveer de basistechnieken voor driften. En wat ik al zeg, wij moedigen mensen aan om gewoon hier lekker een cursusauto te komen huren. En dan kun je gewoon, zonder dat je hoeft te denken aan brandstof en banden, lekker gewoon vol gas de baan over. En er zijn natuurlijk altijd instructeurs aanwezig. Dus ik zou zeggen, kom een keertje langs bij Driftsport.nl te Lelystad. En we zien jullie graag verschijnen bij ons. Bedankt. Bow, 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 bow